Rob Kems heeft de verwachtingen nooit waargemaakt. Hij leek even de rising star van de Nederlandse televisie te worden, maar wat een deceptie waren al zijn programma's. Of het nou om The Wheel gaat of de 10 vragen, het waren allemaal inhoudelijke en kijkcijfermatige flops. Hoe moet het nu verder? Na heel lang op de reservebank te hebben gezeten, komt Rob binnenkort met een programmaatje waarvoor hij met zanger Bouke in de voetsporen van Elvis Presley treedt. De heren hebben daarvoor één tv-reisje gemaakt. Verder doet Rob gewoon helemaal geen moer voor SBS6. Tina Nijkamp, de voormalig baas van de zender, vindt dat gek. Ze stipt het aan op haar in Hilversum veelgelezen analysekanaal. De eerste beelden van het Elvis-programma van Rob Kems en Bauke waren te zien bij News. Het is het eerste programma voor Rob Kems sinds de tien vragen. Rob werkt wel heel weinig, vindt Tina. Hij is dus een jaar niet op SBS 6 te zien geweest, terwijl hij wel een contract heeft en elke maand waarschijnlijk minimaal 20.000 euro overgemaakt krijgt. Zijn contract loopt nog tot maart 2024. Zelf had ze hem allanning aan het werk gezet, besluit de tv-deskundige. Waarom zet SBS 6 Rob Kems eigenlijk niet in voor een programma als Goed Nieuws Vandaag of Shownieuws? Rob hoeft anders wel heel weinig te werken voor zijn contract. Vreemd, zou zomaar eens over en uit kunnen zijn bij SBS 6 na maart 2024. Want dan loopt zijn contract af. Een verlenging, reken er maar niet op.